Dit is het Omroep Tilburg nieuws van maandag 16 april 2018. Met vandaag, eerste deelproef zittering afgerond. Overwinning voor Willem II. Maandag eindigt het eerste deel van de proef om de verkeersveiligheid op de zittering te verbeteren. Matrixborden sloten op rustige momenten in rijstok af met de bedoeling de snelheid op dat gedeelte van de zittering eruit te halen. Ook de witte stippen op het wegdek waren met dat doel geplaatst. Toch waren de stippen niet bij iedereen opgevallen. Nee, ik heb nooit gezien dat er stippen staan, eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Dat is me wel opgemerkt, ja. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er nog geen concrete resultaten van de proef bekend. De bedoeling is dat ook op andere delen op de zittering proeven worden uitgevoerd. Maar die beslissing is nog niet definitief genomen. Of de extra maatregelen gaan helpen, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, dat is heel hard nodig. Heel hard. Als ze bij ons de Schouwburg in Noordhoekring pakken, dan komen als een gek die hoek opgeblazen. En dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ja, ik vind het wel slim bedacht. En ook wel zeg maar, fijn dat ze daar ook aandacht aan besteden. Ja, ik weet niet of het zal helpen. Ik heb hier nooit iets gemerkt. Dus geen idee. Gisteren won Willem II met 2-1 van NAC Breda in eigen stadion. De treffers van Ben Rienstra in de eerste helft waren uiteindelijk genoeg om door te gaan. In de eerste helft kwamen de Tilburgers met 4 minuten in de wedstrijd op voorsprong. Net voor de rust kwam de club gelijk met de tweede treffer. Met deze overwinning klimmen de Tilburgers naar de 13e plek in de Eredivisie. En dan nog het weer. Morgen wordt het een zonnige lentedag met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. In de avond zal het afkoelen naar een graad of 3. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van maandag 16 april 2018. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.